Een gijzeling in het gebouw van de NOS. Het is een dag die we niet snel vergeten. Een man, Tariq Z, loopt binnen met een pistool in het NOS-gebouw. En hij eist dat hij een boodschap mag verkondigen op het NOS-journaal aan alle Nederlanders. En van deze zaak hebben we alle documentatie opgevraagd. Zo heb ik hier de documentatie van de eerste aanleg. En hier staat alles in van het hoger beroep. Jullie kennen me waarschijnlijk als de jongen die 6 jaar geleden het NOS-journaal is binnengevallen. Ik wilde jullie waarschuwen. Ik ben Tariq Z. En jullie worden nog steeds voor de gek gehouden. Daarom ben ik terug. Dit is een true story over de NOS-kaping van Tariq Z. Tariq Z groeit op in Zoetermeer. En het is geen domme jongen, hij gaat naar gymnasium. Dat doet hij in Voorburg. Maar dat loopt toch even anders dan dat hij had gehoopt, zo blijkt. Zijn vader wordt namelijk ernstig ziek. En dat zou dan ook de reden zijn dat zijn school iets moeizamer gaat dan gepland. Uiteindelijk haalt hij na een moeizaam jaar toch zijn VWO-diploma. En dat is een mooie dag in pak. En gek genoeg is dat het pak wat hij later zou dragen bij de NOS-kaping. Tariq is op dat moment een leuke, aardige, charmante jongen. Zo zeggen oud-klasgenootjes. Hij heeft een fascinatie voor de danspasjes van Michael Jackson, die hij ook heel goed na kan doen. Maar hij vindt het ook wel lekker om een beetje in de schijnwerpers te staan. Naast dat Tariq een hartstikke leuke, aardige jongen is, begint hij ook een fascinatie voor politiek te krijgen. Hij is wat meer op zichzelf en komt ook regelmatig aan met complottheorieën. De wereld zou namelijk in handen zijn van elite. En hij heeft het daar steeds vaker en vaker over. En uiteindelijk, in de paar weken voor zijn kaping bij de NOS, is het dan ook zo dat hij even niet meer in zijn colleges komt, zo blijkt daarna. Waarom hij niet meer komt opdagen in de klaslokalen, weten school en de klasgenootjes dan ook niet. Wat niemand dan nog weet, is dat Tariq een meesterplan aan het bedenken is. Hij droomt ervan om een boodschap te verkondigen aan heel Nederland. En dus kiest hij de NOS uit. Heel veel mensen kijken natuurlijk naar de NOS en hij kiest een datum uit waarop hij zeker weet dat er veel mensen voor de tv zitten. Als het programma Wie is de Mol wordt uitgezonden. Hij vindt namelijk dat de NOS en de publieke omroep te veel macht heeft en nepnieuws zou verkondigen. En hij staat daar tegen op. Hij wil verkondigen en mensen waarschuwen dat mensen wakker moeten worden. En in plaats van dat het bij een gekke wilde gedachte blijft om de NOS echt te gaan kapen, om die boodschap te verspreiden, wordt dat realiteit. Op 29 januari in 2015 is er grote, extreem wilde paniek binnen het NOS-gebouw. Want wat gebeurt er? Tariq Z begint zijn plan uit te voeren die dag. Hij loopt met een pistool binnen in het NOS-gebouw. En eist dat hij live op televisie in het journaal zijn boodschap mag uitspreken. En die paniek is ook niet zo gek, want 2 weken daarvoor vindt er een aanslag plaats op Charlie Hebdo. Misschien weet je dat nog als de dag van gisteren. Allerlei makers en journalisten werden daarbij koelbloedig vermoord. En het eerste wat mensen dus denken in dat NOS-gebouw is dat het zomaar is de dag kan zijn dat dat ook bij de NOS gaat plaatsvinden. Uiteindelijk wil Tariq Z een studio in. En dus, met dreiging van een vuurwapen, dwingt hij een beveiliger om hem te leiden naar een studio. Op dat moment zijn er allerlei mensen aan het werk. Er worden ook uitzendingen voorbereid. Heel veel mensen worden dan, zodra ze doorkrijgen dat Tariq Z in het pand is met een vuurwapen, worden ze natuurlijk allemaal geëvacueerd. Dus heel veel mensen verlaten het pand. Maar niet iedereen verlaat het pand. Er zijn nog een paar mensen aanwezig in en rondom die studio's. Zo ook een beveiliger. En die wordt gedwongen mee te gaan met Tariq Z. Tariq Z wil naar een studio, Studio 8, waar de uitzending van de NOS altijd plaatsvindt. En omdat daar nog mensen zijn, leidt Martijn Brink, verslaggever van de NOS, en een beveiliger hem naar een studio, Studio 10, die op dat moment leeg is. Om te voorkomen dat hij daadwerkelijk naar binnen loopt in Studio 8. En ook ligt er een brief klaar van Tariq Z. Hij geeft een brief aan de regiekamer om te laten weten hoe gevaarlijk het is en dat er wel een uitzending moet volgen.
Op dat moment zijn de paar mensen die nog in dat pand zijn natuurlijk hartstikke bang voor wat gaat komen. Ze weten natuurlijk niet of Tarik Zet de enige is die in dat pand zit. Hij dreigt namelijk dat hij met veel meer is. Oh, en vind je misdaad super interessant en dit soort video's dus ook? Dan vraag ik jou om snel even op die abonneerknop te drukken. Doen. En we kennen allemaal de beelden. De beelden zijn schrijnend en de beveiliger die op dat moment bij Tarik is, ja, dat is natuurlijk vreselijk. De beveiliger is hartstikke bang en dat zie je ook en dat hoor je ook in zijn stem en dat is natuurlijk logisch. En die vraagt ook aan Tarik of hij niet alsjeblieft gewoon weg mag uit die studio. Maar Tarik is hartstikke rustig. Hij lijkt volledig in control eigenlijk en dat is ook zo eng. En hij vertelt ook gewoon rustig dat die beveiliger nog niet weg mag. Hij moet in die studio bij Tarik blijven. En wat hij dan nog niet weet, is dat de politie zich klaarmaakt voor een inval. Er staan allerlei agenten met getrokken wapens klaar om de studio binnen te gaan. Om hem tegen de grond te werken. Allerlei agenten lopen en schreeuwen eigenlijk naar binnen dat hij zijn wapen moet laten zakken. Tarik doet dat eigenlijk binnen een seconde. Hij gooit meteen zijn wapen op de grond en gaat op zijn knieën en wordt, ja, eigenlijk op de grond gelegd. En dan is het eigenlijk klaar. Maar op dat moment weet de politie nog niet dat hij ook de enige is in dat pand. Dus ja, je moet je voorstellen, er is één opgepakt, de situatie is onder controle. Maar ja, wat volgt er nog meer? Zijn er nog meer? Dat weet niemand. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik voor de tv zat en het ging op zwart. Er stond geloof ik even geduld AUB met een zwart of een soort storingsscherm. En half Nederland zat natuurlijk te kijken en was een soort, ja, in een soort paniek van wat is er aan de hand. En ondertussen schreven de kranten en stonden de journalisten buiten verslag te doen. En eigenlijk niemand wist precies wat er op dat moment aan de hand was. En ik weet nog dat dat een super spannende avond was en dat iedereen het erover had. Ja, Tarik ligt dus in de boeien. Hij is opgepakt en moet voor de rechter komen. Maar wat hij precies nou kwijt wilde voor de livecamera's van de NOS, dat weten we nog steeds niet. Het had te maken met dat er een elite zou zijn en daarvoor wilde hij waarschuwen. En van deze zaak hebben we alle documentatie opgevraagd. En dat betekent dat ik van de rechtbank alle documenten heb gekregen. En dat is het vonnis, de uitspraak dus. Zo heb ik hier de documentatie van de eerste aanleg, oftewel het hele proces, in de rechtbank. En hier staat alles in van het hoger beroep. Want hij is niet akkoord gegaan met zijn straf en is in hoger beroep gegaan. En dan zie je duidelijk, en dan kun je dus ook alles lezen, wat daar nou heeft plaatsgevonden binnen dat NOS-gebouw. En dat ligt er niet om. Het is best wel heftig allemaal. Zo opent het vonnis met de brief die hij heeft gegeven bij binnenkomst aan een NOS-medewerker. En zo is er dus heel veel in detail te lezen wat er nou heeft plaatsgevonden in dat NOS-gebouw. En dat opent met een 20-jarige man. Is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 15 voorwaardelijk. De rechtbank achtte de man schuldig aan gijzeling, bedreiging en het voorhanden hebben van een wapen op 29 januari dit jaar in het pand van de NOS. De man komt daarnaast onder toezicht van de reclassering en mag niet meer op en in de buurt van het Mediapark in Hilversum komen. En hier kunnen we dus ook de brief lezen die hij eigenlijk gaf aan de NOS-medewerkers. Wanneer u dit leest, raak dan niet in paniek. Ga niet schreeuwen en waarschuw uw collega's ook niet. Nou, en zo gaat het maar verder en verder. Als u gewoon netjes meewerkt, zal u niks overkomen. En dan staat er ook iets over explosieven, dat die klaar liggen als er niet wordt geluisterd. En als u mij niet naar Studio 8 brengt om een uitzending over te nemen, zijn wij genoodzaakt tot actie over te gaan. En dat wilt u niet op uw geweten hebben, toch? Begeleid mij nu naar Studio 8. En zo gaat het maar door en door. Ja, het is een bizar verhaal. En het is eigenlijk een soort inkijkje in het hoofd van die Tarik. Interessant. En die straf is niet zo hoog, maar waarom dan niet? Nou, het wapen bijvoorbeeld, wat hij bij zich had, bleek een nepwapen te zijn. En dus geen echt vuurwapen. En zo blijkt achteraf dat hij het helemaal alleen heeft bekokstoofd. Hij en niemand anders was op dat moment in dat NOS-gebouw. En het was dus niet een soort hele infiltratie van een hele groep misdadigers. En dus is die straf dan ook beduidend lager dan dat je dat wel met een hele groep zou doen en met echte wapens. Dat heeft niet plaatsgevonden. En dan, jaren later, laat Tarik opeens wel iets van zich horen. Hij post een video waarin hij weer inpak een soort boodschap heeft voor de Nederlanders. Een soort waarschuwing voor de elite. En
dat hij terug is. Jullie kennen me waarschijnlijk als de jongen die 6 jaar geleden het NOS-journaal is binnengevallen. Ik wilde jullie waarschuwen. Waarschuwen voor het nepnieuws dat wordt uitgezonden door de NOS. Vanuit de overheid, via de NOS en de publieke omroep. 6 jaar lang heb ik niks van mezelf laten horen. Niet op internet, of in de media, nergens. Ik heb in de gevangenis gezeten. Ik ben kritisch naar mezelf en mijn eigen daad gaan kijken. Ik heb mensen laten schrikken. En ik ben mijn eigen leven weer gaan oppakken. Maar sindsdien is er niks veranderd. Bij de NOS niet en ook niet bij de publieke omroep. Ik ben Tarik Zet. En jullie worden nog steeds voor de gek gehouden. En daarom ben ik terug. Het is een mysterieuze, donkere, duistere video waarin hij iets lijkt aan te kondigen. Maar echt duidelijk wordt het niet. De NOS en de NPO ervaren die video als een bedreiging. En ze besluiten dan ook aangifte te doen vanwege die video. Maar dat haalt niet zoveel uit. Het gerechtshof ziet onvoldoende redenen om het Openbaar Ministerie opdracht te geven tot vervolging. En dus gaat Tarik vrijuit. Maar wanneer is iets dan wel een bedreiging? En waarom is dat in dit geval dan niet zo? Ik vraag het aan jurist Rob Nooy. De bedreiging is strafrechtelijk geregeld in onder andere artikel 285 wetboek van strafrecht en vereist ook de opzet van het ontstaan van vrees. Bovendien moet voldoende concreet worden waar de bedreiging op toeziet. Als voorbeeld, welk geweld wordt er in het vooruitzicht gesteld of wordt er iets van de ander verwacht, doe dit, anders dat. Nou, dat zijn duidelijke indicaties. Een mysterieus filmpje, semi-zwart-wit en met een opzwepend dreigend muziekje eronder, duidt natuurlijk op een zeker effectbejag en draagt misschien ook wel bij aan gevoelens van angst of dreiging, maar zijn in de zin van de strafbepalingen van het wetboek van strafrecht niet als dusdanig te kwalificeren. Allereerst zegt hij overigens iets over zijn intenties, dat is meer duiding en reflectie. Dat is sowieso niet strafbaar. Maar hij concludeert ook dat hij vindt dat er sindsdien niets veranderd is. En ook dat is niet, geeft geen dreiging in de strafrechtelijke zin. Wat wel indruk maakt natuurlijk, is dat hij zegt en daarom ben ik terug aan het einde van het filmpje. Je zou daarin kunnen lezen dat hij dus wellicht nog een keer tot zijn actie kan overgaan. Maar dat zegt hij niet en dat mag je daar ook niet uit concluderen. Ook al omdat hij in hetzelfde filmpje aangeeft dat hij over zijn daden is gaan nadenken, gaan reflecteren. Desondanks deed het NOS aangifte. En dat is ook niet helemaal zinloos. Want ook al vindt het Openbaar Ministerie een kwestie als deze niet strafbaar, dan nog kan het NOS zelf een beklag niet vervolging indienen bij het Hof. Een artikel 12 procedure is dat, waarbij de NOS aan het Hof vraagt om het Openbaar Ministerie te bevelen alsnog tot vervolging over te gaan. In de zaak van Tarik Z is dat overigens niet gebeurd. En sinds die dag is het verdacht stil. Tarik Z heeft nooit meer iets van zich laten horen. En ik ben nieuwsgierig, weet jij deze dag nog? Ik kan het me nog hartstikke goed herinneren. Misschien ben je ook te jong dat je dat hebt meegemaakt, maar ik ben heel erg benieuwd, ja, hoe hebben jullie dit allemaal beleefd toen der tijd? En vind je dit soort video's natuurlijk interessant, dan vraag ik jou om te abonneren. Doe een duimpje omhoog en laat hieronder suggesties weten. Waarover moet de nieuwe True Story gaan? Tippen mag ook voor reportages. Dat mag via redactie@vrijevogelsmedia.nl. En misschien ben jij wel onze gouden tip voor het maken van een nieuwe video. Dan dank ik jou voor het kijken en zeg ik tot de volgende keer. Dag!